uit hier de volgende Groningen met Fireman uit Groningen. Fantastisch. Zij hebben de heren deelnemers die vanmiddag gaan strijden om de titel. Highlander van Nederland, mag ik zo maar even zeggen, van de eerste Nederlandse Highland Games competitie. Zij gaan het vanmiddag voor u maken. En we hebben het neusje van de zalm onder de deelnemers hier voor u. Wat te denken van een Ted van de Parre. 2,10 meter ongeveer. Ja. Even een aardige bal. Hij gaat volgende week over 10 dagen gaat hij strijden op de sterkste man van de wereldtitel. Hij is op het ogenblik 80 kilo 150. U zult het zo niet zeggen. En hij gaat voor de titel vanmiddag. Maar denk erom, hij krijgt zware tegenstand. Tegenstand van de Bolle, Gerlof Holkema. Hier is Dave Vischkampioen speerwerper. Natuurlijk een van de lichtere heren, maar denk erom, de heren op de werp- en gooinummers, dat ze ontzettend goed zijn. En vooral als u weet dat zijn compaan Rudy Veenstra in het gezelschap is, ook hij treedt even naar voren. Daar staat hij, Vischkampioen Dixkus en Kogel. En ooit in 1985 bij de eerste Highland Games hier, ooit was hij glorieus winnaar. Toen won hij zelfs alle drie van de vier onderdelen. Dat was in 1985. Hoe het nu komt, dat zullen we wel zien. Maar we zijn er nog niet. In de tennisbericht stond dat Marco Versterre, het Noord-Hollandse kampioen discus en kogel, ook aanwezig zou zijn. Hij is er niet, maar we hebben een fantastische vervanger voor hem gevonden. En hij heet niet voor niks het monster fameus. Daar staat hij, Simon Stickers, schier overslaan, maar tot onderdelen als Timberwalk en zo. Maar dat zullen we wel zien. De laatste titel die hij draagt is de sterkste man van de Sint-Westhoek van vorig jaar. Die heeft hij dit jaar niet verdedigd, maar hij staat een zijn mannetje. Ik dacht dat hij coach is normaal van Ted van der Parre. Ja, hij kreeg alleen dat zal wel. En hij doet ook met, hij is een qualifier. Bij de voorronde in Vlaardingen is hij als winnaar tevoorschijn gekomen. Een groot applaus voor Gerrit Korteland, ook uit Monster. Even kijken, dan geloof ik dat ik nog een mannetje of twee moet. Ja, en dat zal dan echt de titel hier moeten brengen. Eén van de beide heren. Dus je ziet staan een klein Campbell al op het shirt. En dan staat er nog een woesteling aan het eind van het rijtje. Ik wil graag zonder meer een groot applaus voor de twee heren die gaan strijden. Absoluut gaan strijden voor de titel. De flits van onze heren, Wout Stijlstra en de reus van Achelen, Janik van der Bos. Daar staan ze. Zij zullen het moeten maken, deze twee heren. En dit deelnemersveld. En ik wil ook een applaus natuurlijk voor de heren scheidsrechters. Die gaan het boordeel op. Van de jongste die naast mij. Dan Arend Kuiper, ooit sterker van Friesland. Ook voor hen een applaus. En de man die steeds verplichterde van Bengen is Arnold Amels. Zijn noemen we ook Arnold Schwarzenegger Amels. En hij is in ontwikkeling, dat kunt u zien. Eén groot applaus nog even voor de heren deelnemers. En wij gaan zometeen ons klaarmaken voor het eerste onderdeel natuurlijk. Het steenstoten. De heren gaan beginnen met de warming-up, terwijl wij waarschijnlijk even een praatje houden over een en ander, over de onderdelen. Ja, die kleine met Fireband die komt zometeen nog even. Ik werd Fireband. Oké, eerst even een kleine dienstmededeling. Je jeugd die moet absoluut of achter de hek of achter de rode litten. En van het veld, want we gaan zo niet gerand staan voor de veiligheid namelijk. Met name bij de slingeronderdelen straks, wanneer je een kilo 25 op je af krijgt, dat vang je echt niet. Met die bang horen wel? Vijf onderdelen, als eerste het steenstoten. Een hele speciale techniek wordt die weggeslingerd. Maar dan zult u straks zien, de heren hebben dan lange eitjes aan de schoenen bevestigd. Die zetten ze diep in de grond, anders zouden ze door het middelpunt van de kracht zouden ze ergens achter de sportbal belanden. Maar dat valt nu wel mee, maar dat zult u straks ongetwijfeld in het derde onderdeel zien. Dan hebben we natuurlijk altijd spectaculair de Gevertos. Daar waar het toren staat, de volgende vraag, daar ligt de qualifier. Die paal die zullen ze eerst een keer over de kop moeten gooien, willen ze door naar deze heerlijke jongen die hier ligt. En het is absoluut een topwet. Nou, de vriend van me, gelukkig wel, want oh jee. Het laatste onderdeel, en dat is ongetwijfeld zal dat het spektakelstuk worden, denk ik, van vanmiddag, het hoogste gooien. 25 kilogram gewicht, daar staat ze, exact 25 kilogram, en die zullen omhoog moeten. Over een bepaalde installatie. Groot is de vraag natuurlijk, wie dat gaat pakken. Als we zien naar de records, dan is het record in handen van Ted Verparre. Dan moet ik eventjes spieken. Het hooggooien is in handen van Ted Verparre 5,8 meter maar liefst. En dat is internationaal ook heel behoorlijk. Maar wat zelfs even, ik dacht voor 2-3 weken terug op wedstrijden in Schotland laten zien dat hij op dit ogenblik ook Ted Verparre op dat onderdeel kan benaderen. Vandaar dat ongetwijfeld om een uur of 8 zal worden van vanmiddag het hooggooien. Wij gaan nog even luisteren.
luisteren, terwijl de heren zich verder gereed maken voor het eerste onderdeel. Naar de Clan Macbeth Flyband uit Groningen. Fantastisch dat ze hier zijn. Eén keer een applaus voor deze mensen. Zij zullen vanmiddag een aantal toegiften geven bij de traditionele Schotse Highland Games. En ook zij horen erbij. Applaus voor de Clan Macbeth Flyband. Oh, denk al. Zal je er nou niet zijn? Ja, nou, even een frisse borst. Dat weet je wel. Zij gaan even een ongetwijfeld frisdrankje doen om tot zichzelf te komen voor straks wederom een serenade aan het publiek. Goed zo. Hoe zijn die Highland Games ontstaan? Dat is een hele geschiedenis natuurlijk. Ze zijn ongeveer ontstaan in het jaar 1047 zo'n beetje. Toen was het gebruikelijk in Schotland dat het was 89. En hij zal het nu moeten gaan doen. Hij wordt zometeen gevolgd door Gerlo Volkema en Ted van der Parre. Het is een hele speciale techniek en het is zo dat u ziet, heel duidelijk hierachter ziet u een terk aangegeven. Het is zo dat de mensen moeten van achter het terk betreden, maar ook weer verlaten en dan echt absoluut niet de binnenste belijning raken met de voeten. Het is een hele speciale techniek, dat leidt tot disqualificatie. Men mag niet buiten de sector stappen. En met name de eerste vertelling van de borst, dit is Gerlo Volkema. Een wat lichtere uitgave natuurlijk, maar denk wel meteen de jongens het poten goed beheersen. Kijk eens, pas. Applaus voor Gerlo Volkema. Fantastische worst natuurlijk. Een meter verder dan de jelling van de borst is zijn eerste poging. En ik weet niet precies hoeveel pogingen er zijn. Drie pogingen per persoon. Drie pogingen per persoon van de jong. En nu dan. De 7 feet giant noemen ze hem. Mighty Ted van der Parre, de sterkste man van Nederland op dit ogenblik. En hij gaat over een wedelweken gaat hij dus een avond doen op de sterkste man van de wereldtitel op Tenerife. 2 meter 10 lang, 150 kilogram zwaar. Kijk eens, vrij gemakkelijk. Toch een tweede plaats, nu ook een applaus voor Ted van der Parre. Kijk, dit is, ja, het is een hele speciale spelregel natuurlijk. Maar dat komt ook omdat het de officiële Nederlandse kampioenschappen zijn. En dit is Rudy Veenstra. Kom weer erbij, zit er ver. Houd die stoel op. Rudy Veenstra, Fries kampioen, Discus en Kogel. Ook niet zomaar wat natuurlijk ook van Atletiek Vereniging Horror. En hij gaat ook... Kijk eens wat die mannen stoten. Applaus voor Rudy Veenstra hoor. Ja, ja, zeker. Net zo gemakkelijk doet hij mee op dit soort onderdelen tegen de grote jongens hoor. Absoluut. Fantastische poging. De volgende deelnemer zal zijn Simon Singers. De man die echt ongetraind hier aan dit soort onderdelen meedoet. Hij is bereid gevonden in ieder geval om in te vallen voor Marco Versterre, de bosleer. Ah, Simon Singers is wel een oermens uit Dirk. En hij heeft kracht dat hoor.
onverslaanbaar op onderdelen houdt. Ook een prima vorm toch. En het opvallende is dat Jannik van der Bos op dit ogenblik toch een beetje achterblijft. Maar waarschijnlijk is het zo'n opwarmetje geweest, die eerste worp. Maar u ziet het winnen van Rudy Veenstra heel duidelijk aan de leiding. En we krijgen nu Wout Zijlstra. Hij zal de gele kleur hebben vandaag. En als er één man is die op ogenblik in shape is, in vorm, dan is het wel tijd voor de paren. Maar ook Wout Zijlstra zal redelijk mee kunnen doen. Met name voor Vrees, de sterkste man, heeft hij natuurlijk dit de halve heel wat anders. Maar een titel is een titel en deze heren die zijn gek op titels. Daar komt hij. Uit de dijken, pas, even klaar voor. Applaus voor Wout Zijlstra. Hij benadert in ieder geval, positief benadert hij Rudy Veenstra in ieder geval. En dan krijgen we nu Gerrit Korteland. Gerrit is normaal jouw coach, hè? Dat klopt, jong. Is hij een opleiding bij? Ja, zonder meer. En heeft hij, heeft hij aanleg? Zeer zeker, een aanleg. Hij doet een beetje lokale wedstrijden, doet in de gat heel goed. Prima. En we zullen zien wat Gerrit kan. Een prima eerste worp ook. Applaus voor de heer, voor Gerrit Korteland. Hij verdient het natuurlijk ook. En kijk, het uitstappen, dat gebeurt allemaal naar officiële maatstaven. En we zien nu duidelijk toch, nog steeds, als ik het zo bekijk, Rudy Veenstra aan de leiding. Op de tweede plaats valt Zijlstra zo te zien en op de derde plaats de Roos van Gelland-Balkema. Dus de atleten komen duidelijk naar voren in dit eerste onderdeel. Voeting de stoom. Hier kennen we geen records in, geen Nederlandse of wereldrecords, want elke keer is die vier keer weer anders. Ook geen bepaald gewicht, dus gewoon een pak en steen en werpen. Jannik van der Bos, tweede poging. We zullen gaan kijken of de reus van Achelen. Hij komt wat verder. Hij is mensen in ieder geval in het gezelschap. Ziet het officieel met stalvader. En hij gaat inderdaad iets verder. U ziet daar een Kuiper meet met een touw. De eerlijkste manier natuurlijk is op het middelpunt vastgemaakt. En gaat hij verder. Dan wordt het pion gezet en zo niet. Dan blijft de pion staan waar hij staat. Gemma van Ogema voor zijn tweede poging zometeen. Daar gaat hij. Het rode van Gerlof maar staat nog behoorlijk ver. Kijk eens, daar komt hij weer. Hij spijt half hem. Prima worp. Dan gaat hij tegen de stok. Dit is niet leuk, zeg. Maar in ieder geval, hij wordt weer neergezet, die van Ted. En Gerlof was absoluut niet verder dan zijn eerste worp. En heeft straks maar één poging om in ieder geval Rudy Veenstra te benaderen. Ted van de paar heren. Okay, hij beheert de techniek niet helemaal, maar hij gaat vrij gemakkelijk stoot hij hem uit. Zullen we gaan kijken. Hij wordt iets verzet. Betekent dat hij iets verder is dan de eerste poging, maar hij blijft nog iets achter en Rudy Veenstra loopt hier. Ja, hij loopt hier. Hij zal niet wel uit zijn, maar ik kan heel rustig toezien. Ocean Aston nog steeds het verste is. En dan komt Rudy voor zijn tweede poging. We zullen gaan kijken wat de ook wel bekende wordt hier. Volgens mij leeft hij meer op een gooisje bedrag, geloof ik, zoals ze dat noemen. Maar we zullen gaan kijken. Kijk eens, bam, uit het rood. Ja, applaus voor Rudy Veenstra hoor. Hij blijft in ieder geval aan de leiding. We zullen gaan kijken of hij verder is. Nee, de Daden Kuiper is niet verder. En dat zal betekenen dat Simon Sikkers nog zijn tweede poging maakt. Het groen van het grijs van Simon Sikkers. Maar ja, een man die ongetraind eigenlijk op dit soort onderdelen meedoet, maar over een enorme basiskracht beschikt. Dit is een man die in Nederland absoluut het sterkste loopt in de Timberwalk. We hebben het gezien voor een paar weken terug in Haren. Toen haalde hij zelfs. Hij haalt zijn eigen afstand weer, maar ik kan het zo niet helemaal zien. Ik denk dat hij iets achter ligt. Maar daar komt hij. Hij heeft eerst de techniek gehad. Kijk eens, kwaad wordt hij. Ja, boos voor ons Zijlstra. Zonder meer, ik denk op dezelfde hoogte, wellicht iets verder. Verder, zegt Walt. Een man die in wedstrijden optimaal is altijd. Hoeveel heeft Arend? Zo'n stukje? Zo'n stukje voor Zijlstra. Dus Rudy Veenstra die zal nu ook alles op alles moeten zetten om daar voorbij te komen. Dus gaat het Korteland weer voor zijn tweede warm. Daar gaat hij. Ook een prima worp trouwens, maar hij zal ongeveer dezelfde hoogte blijven.
Maar dat is iets verder. Goed zo, we gaan naar de derde en laatste worping. Aan de leiding nu, dacht ik, Wout Zijlstra, gevolgd Rudy Veenstra. En ook het rood van Gerald Halkema staat er nog prima. Maar het groen van Jan van der Bos, dat zal nu moeten komen. Deze is natuurlijk vorig jaar met name ontzettend veel wedstrijden gedraaid in Engeland, voor deze derde wordt. Daar komt hij. Nee, dit lukt niet. Toch een boos met Jan van der Bos in zijn derde en laatste worden natuurlijk. Maar hij slaat er in ieder geval niet in om de toppers te benaderen. Oké, Gerlof Halkema begint ook goed. Heeft veel kracht ook in zijn schouders. En beheert de techniek. En dat is een plus. Daar gaat hij voor zijn derde wacht. Kijk eens. Applaus voor Gerlof Halkema. Ja, prima. Worf net niet bij de nummer 1 en 2 denk ik, maar wel verder dan zijn tot nu toe beste worf. Het is toch duidelijk dat de heren die de atletiek boven, dat die nu de leiding nemen. We kijken naar het zwarte facet van de paarden. U ziet het in de vierde plaats, zo ongeveer hoor. Het zal bespannen met het groen van Jalling van de Bos. Maar tempo is wel laatste wat het dan ook alles geven is. Hij gaat ook weg. Hij komt wel verder, maar ik weet niet of hij de derde plaats van Gerlof Halkema benadert. Het zal zo ongeveer. Maar hij blijft goed bij. Maar het lijkt erop dat Wout Zijlstra en Rudy Veenstra hier de eerste punten pakken op deze onderdelen. Dit onderdeel. Met name Rudy Veenstra nu voor zijn laatste, zijn derde en laatste worden. Nu zal alles uit de kaart moeten. Een atleet door elkaar weet optimaal zich te concentreren. Daar gaat hij. Ja, dat is voor Rudy Veenstra, fantastisch hoor, ja, ja, fantastisch hoor. Ja, het is een eigen blad. We zullen gaan kijken wat, of het verder is dan wel verder. Ik kan het van hier vandaan niet bekijken. Ik weet het niet, de heren scheidsrechter hebben er moeite mee. Wat. Maar we zullen afwachten, want Wout Zijlstra heeft dan gebeurd. We krijgen eerst Simon Sikkers voor zijn derde en laatste warm. Even de turbo-wagen. Geen water zien, maar ze zijn weer aan voor de vingers. Als op kantboord is, hij gewoon. Als op kantboord is, gewoon. We zullen gaan kijken. Kijk eens. Club Jarre er ook al bij, dus als de gemeente moet worden, dan o jee. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. De spanning blijft. Alles zal afhangen van de laatste worden van Wout Zijlstra straks. We krijgen eerst Simon Sikkers. Nee, heeft mij daar toch applaus voor het Montervermeun. Dit is niet zijn onderdeel, maar wist wel eens van tevoren wel een contract wel met hoogholen en zo. Hij blijft op dezelfde score staan. En nu de Wout Zijlstra voor zijn laatste worp. Nu moet het gebeuren. Alles of niks, hij is een kaart. We zullen gaan kijken of hij dat gele bordje naast de winter van Rudy Veenstra, of hij dat benadert. Moet het nu gebeuren. De sterkste man Friesland van de laatste twee jaar. En nummer 2 van Nederland, 68 van haar. Perfecte techniek en dan gaat hij. Bam! We zullen gaan kijken. Ik denk het niet. Nee, hij is niet verder, dus wel straks meter op de centimeter. Gerrit Kwartelman als laatste op dit onderdeel, op dit eerste onderdeel. Voet in de stoom, steenwerpen. En dat is het eerste onderdeel erop. En dan bij de eerste afscheiding in de punten totalen, duidelijk. Prima werk van Gerrit Kwartelman. Ja, applaus ook voor hem.
Dit was het eerste onderdeel. We gaan 5 minuten passeren. Dan gaan we meten en zo natuurlijk om te kijken hoe de centimeters ervoor staan. En dan kijken of zij dit onderdeel mee kunnen doen. Dit was het eerste gele volgen, maar hij krijgt weer de rode pion. En ik zet mijn stoel een beetje achteruit, zodat ik een enorme lengte en veel kracht. Kijk eens, Pat, zo even. Hoppatee. Hij gaat in ieder geval verder dan Gelderwolken, maar ook een Klaus Vrend natuurlijk. Maar ze zitten nog niet op het Nederlandse koor, maar of dat er vandaag aangaat, ik weet het niet. Rudy Veenstra krijgen we nu. De eerste rij natuurlijk ook aan te halen, natuurlijk, dat nu doen. Dat weet ik niet. Hij is toch gewoon een allemaal kleine ondernemingen. Houd hem ook goed vast, kijk eens. Pats. En hij komt verder. Ook weer applaus voor Rudy Veenstra. Prima natuurlijk, zo'n eerste poging. En het ontzettend goed mee. Ik heb voor de wedstrijd even met hem gesproken. Hij zei, ja, ik train weinig op het ogenblik. Ik eet alleen maar vet. En dat gaat ten koste van de kracht. Maar het gaat het nu toe goed. Maar ja, hij zit op een gooise matras altijd in de Hilversumse wereld daar. Dus ja, er gebeuren hele andere dingen, zegt men. Maar dat weet ik niet door. En misschien dat we straks tussen onderdelen door even tegen. Hoor. Als je dit niet gewend bent, dan om die techniek in ieder geval onder de knie te krijgen. Maar Simon doet er alleen maar mee om weer eens even de feeling te krijgen voor de Highland Games. Highland Games die begint op dezelfde hoogte, maar nog niet de maximum scoren. Een prima eerste markt. We gaan nou om die swing te krijgen wat net al zegt. Een goede swing moet je hebben. Kijk, en dat. Hij heeft ontzettend veel kracht, dat kunt u zien. Hij gooit vrij gemakkelijk die afstand. Alhoewel hij niet in de swing viel. Hij had niet de juiste draai, maar hij gooit wel ver. En hij blijft bij. Maar nu dan de Nederlandse score. Jalling van de Bos, vorig jaar gevestigd. Ik weet niet hoe het met zijn shape, met zijn vorm staat op het ogenblik. Zegt dan niet zo, maar... Als je daar gegooid hebt tot aan die Nederlandse vlag waar Arend Kuiper staat, zou je zeggen, dan moet je geen moeite hebben om die andere 6 deelnemers in te halen. Daar gaat hij. Ik weet nog exact de plaats in de perk, laten we zo maar zeggen. Prima eerste wat, denk ik. Ja, applaus voor Jalling van de Bos. Hij benadert in ieder geval Rudy Veenstra. Hij zal iets verder zijn, denk ik. We zien bijna allemaal dezelfde richting. In ieder geval aan de leiding, Jalling van de Bos, Rudy Veenstra en dan Ted van der Parre. Dus dit kan weer een wisseling geven van de wacht in het Gelre Hogema. Nee, die kwam niet uit. U kunt het zien, die kwam niet uit en hij stapt uit. En hij krijgt dan ook een streep. Minder dan gaat het gewoon, daar gaat het echt op kracht en het is gewoon wap. Dan is weg, zegt hij dan. Dan gaat hij gewoon weg. Daar kunnen de heren aan gaan staan. Fantastisch, één keer rond en bam, wordt hij Nederland. Hij weet er dat onder andere John Paul Siegmans geblesseerd is voor de strijd. Geeft hem natuurlijk moed om hoog te scoren en wellicht de wereldtitel mee naar Nederland te nemen. Dit is Rudy Veenstra zijn tweede war. Ook prima. Even kijken of die verder komt. Kijk eens, de heren die gooien nu wat meer in. Alleen Rudy staat er nu uit het vak en schrijft dat de Fogolion zegt, het is terug, hij telt niet. Maar die warme tent, die staat. En hoe? Het gaat een meter of 19. Enorm stuk agressiviteit, maar dat valt mee. Hij kwam verkeerd uit en dit wordt dan ook niet gerondeerd. Hij gaat buiten de sector. Wat zei je, Ted? Oh ja, ja, maar je weet wel, die is er buiten, dat weet je wel, hè? Nog steeds. Hij heeft de zwoer er niet bezit, even de kracht staat, hoor. Nog een prima poging toch weer. En Jalling van de Bos in zijn tweede poging krijgen we nu. En met name van de
van de Nederlandse kampioenschap van de Highland Games mee naar huis neemt. Na vertelling van de bos is vertreden. Verder kijkt de techniek, daar is niks om aan te merken. Kijk eens, Maas, daar gaat hij. Ja! Oh, wat is vertelling van de bos? Daar is Maas uit, hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. De uitbestand, hij staat eruit het werk. Ja, hij staat eruit en hij mag de linten absoluut niet dragen. Veel kracht en het beste worden. Maar hij komt er niet op een verder apart. Maar boos voor Gelle Valkenmeijer, wat is de laatste poging? Scoort hij beter dan in de andere twee. Maar hij blijft net iets achter bij de stand 3, zo te zien. De stand 3, aangevoerd door de man hier, Stef van der Marre. Het jongetje uit Monster. De bondboer en de gemeente, wat jong. Hij is de sterkste man van Nederland. En terecht. Daar gaat hij. Hij zit in de kantine van met de bug. Eén kijkers. Kijk eens wat een hoofd. Applaus voor Stef van der Marre. Van thuis in de bult. Hij komt onderin weer verder. Hij gaat voor de nummer 1 positie. Dat doet hij altijd. En met een geweldige kracht en spanning. Komt hij weer verder, dat is net. Volgens mij niet duurt te lachen. Ja, dat deed wel, ja. Ik kan het wel. Ja, het rood denkt al dat duurt lachen, dat heb. Ja. Zal ik voor één met hem op een foto? Ja. Jan, die geeft het de handbal, die legt het er alweer neer. Maar zo kennen we het niet, hoor. Rudy Veenst er nu, meneer, hoor. Hou hem in de gaten. In 1985 was hij oppermachtig hier, meneer Lijn. Kijk, wat er is toch zo lang. Applaus voor Rudy Veenst, ja zeker. Fantastisch. Niet goed, hij staat ook uit. Niet gemeente geworden, hij staat ook uit. Oh, jammer. Hij staat uit, hoor. Hij was niet goed. Hoeft niet te meten. Hij is uitgestapt. Hij is uitgestapt. We gaan de brullen in alle positie. Jammer. Hier staat alles in, hè? Hier staat alles in, hè? De vierkant hier, daar staat het in. Nee, jongens. Wat? Nee, jongens. We zullen even gaan kijken, want de Twitter staat niet bij de stond, denk ik. Daar komt hij, inderdaad. Ja. Ja, nooit doen. Charlie van der Bos is het beter. Die wil weten wat, hoe het nu is. Die geeft hem verder, maar dat is wel. Wel zelfs niet zeker die punten verliefd houden. Ah, die heeft nog gebeurd, hoor. Eerst die onzekerheid helemaal. Hard in. Heel jammer, hè. Op een lijn. Net in de... En dus een applaus voor Simon Sikker. Het valt niet mee voor hem om hier mee te doen. Hij gaat ook uit. Toch applaus voor Gevor, voor Valkuil. Hij blijft het, maar dit kost het. Ja, dit wil niet. Dit kost het. Ja. Gerrit Koldenaar nog. En dan natuurlijk de laatste poging. Applaus voor Gerrit Koldenaar. Ook een goede derde en laatste poging natuurlijk. En het hok niet breder, jongens. Dat kan hij nu in de kop nemen. Daar gaat hij. Hij heeft de hoogte, maar niet te lijden leven. Wat ooit vertelling van de voorschrijfstrand? Helaas. Goed zo, het onderdeel wordt gewonnen. Heeft daar die naast het chat van de vader. Geven we alvast een applaus, want dat is al zeker. Hij pakt het tweede onderdeel, de spanning is terug in het klassement. En wij gaan luisteren naar, ik zal dit een centje geven, naar de Plant Macbeth My Band uit Groningen. Zij zullen een showtje voor u doen. U kunt even wat gaan drinken. Voor de hele deelding in het veld, broodjes en vreemd in de kleedkamer. En de uitslag is verontwaardigd. Waar is een van de boer?
Ik weet alweer. Wat je weet het wel. Dat weet je. Laat je helemaal door. Ik ga je even weghalen. Oh, dan weet ik het ook wel. Goeiedag. Ik heb het gereden. Vind je dit een goed plan eigenlijk? Ja, ik zou wel weggaan. Ja, maar nou... Dat ook niet net, als je twee keer draaien, hè? Twee keer springen, twee keer draaien. 1, 2, 3. Ja. Hey, even dit. Dit is mooi. Nou even snel wat rondjes eroverheen. Nou even door. Nee, hij heeft er helemaal wat op. Nee. Wat drinkt wat drink zo, Johan? Wat drinkt zo? Met Tony. Met Tony? Ja, dan gaat hij dan weer. Alles in de kaart nou. Niet televisie, Aan het
Gelder ook. Ja, ik moet maar meer uit. De kort. Ik ken niemand verder. Kok zegt zo, het zit er al mee in de kort, maar we kunnen even officieel. En we krijgen de laatste serie, de derde. De man die het hoofd gooien. De heer. De kracht met het vast. En hij heel hoog. Hij komt er in de buurt. Applaus voor het net voor de park en laatste man. De man die, zoals ik heb gezegd, over twee weken een gooi gaat doen naar de titelsterkste man van de wereld. Kom op. Daar gaat hij. Hey, kom op. Die zijn er. Kom op, jongen. Dan gaan we nu alleen. Hang en ontspannen. Kom op. Hang en ontspannen. Ja! Ja! Kijk, je bent er denk ik dan. Hij zit in de sector. Een hele beste warm. Hij is minder dan een. De tweede boven. Maar hij gaat wel leiden. Gerrit Knaam, Kortelman nog. En dan Charlie van der Bos en Gerlof Valkenmaag. En dan is ook dit onderdeel van verleden tijd. Maak sneller. Gooi je. Kom Gerrit. Snel, kom. Anders zet ik uit. Nee. Ook applaus voor Gerrit Valkenmaag. Hij blijft niet wat achter de klappers, maar het is zeker geen schande. Het wachten is natuurlijk op Jan van der Bos, de Nederlandse recordhouder. 34-22, ooit in Kilburn in Schotland gevechten, 2 jaar geleden. Het onderdeel hierna, na een korte pauze, is het paalwerpen. Dan liggen deze jongens voor klaar op een hele speciale techniek. Jan, wat je hand zo doen. Nou, snelheid maar. Ik heb het gezien. Daar gaat ik ben ze maar dat ding niet schuurt in handen, dat schuurt. En dan los? Nee. Applaus voor Jelling van de Bos, de reus van achter. En druk het, en net niet één keer op de eerste plaats te pakken. En dan geen landwolkje van af. Wellicht zal hij voor de vraag. Jongen, dat er. Geen landwolkje maar eens laatste. Oh, shit! Kijk eens. Het loopt prima. Applaus toch voor Gerlof Valkenma, ongeacht deze poging. Applaus ook voor de deelnemers. Dit was het derde onderdeel. Wij gaan meten en komen zometeen bij u terug. Met de tussenstand natuurlijk. Kijk, we gaan het weer voor de twee dagen. Blijft ik ook, maar dat lukt nooit. Dat ben ik dan open. Maar jij neemt er veel tussendoor in de neming aan, valt mij. Dat is mooi. Ik heb hier nog een man die heeft 30 kilo van paling ter beschikking. Is dat voor jou? Lekker.
Heerlijk. Dus meneer Aapmaester kan dan komen, hoor, die 30 kilo. Maar dat is een grapje mee te zeggen. Maar jij bent in training helemaal, neem ik aan, voor de tijd van de wereldcompetitie. Wanneer is die? 4, 5 en 6 oktober. Dat wordt nou op zitten. Het laatste nieuws is dat met name John van Siegmerson en Jane Ries geblesseerd zijn. Door de Mieter dacht ik, dit opent grote perspectieven voor jou. Ik kan perspectieven openen, maar ook als jonge spelers aanbieden te perspectieven. Jij bent gewoon in de vorm van je leven. Ik wil lekker in vorm, ja. Dat is goed uit, dat mag ik maar ik kan ook in vorm. We weten dat de Kwamingen in Nederland eigenlijk op sterke maanden niet. Nee, maar toch van hetzelfde is, dat heb je vorig jaar ook kunnen zien op Ameland. Geef je hem nog kans volgend jaar mee? Als jij in deze vorm blijft. Dan wordt het weer zeer moeilijk voor jou. Dat moet ik nog even. Ik wil wel straks naar zijn mening vragen, maar wij wensen jou veel succes natuurlijk over een paar weken daar op Tenerife. En we hopen met je hopen dat het lukt. Dat is het. Oké, bedankt. Wat zelf bij de microfoon? Ik ga alleen maar voor wat gelukkig. De titel pakt. Jij kent dan het pakket. Nou, de scheidsrechter is niet voordeel. Alles is niet voordeel. En dat zal men ook horen dat hij keer naar mijn kleren moet zien, mooi, hè? Want de titel met een vliegtuig. Oh, en maar dan is er maar iemand die dat kent, dat is zo. Ik ben net met bang voor Tjalling van de Bos, als dat is gebeurd. Tjalling, nee, daar ben ik er niet bang voor. Hij met de getrainen, dacht ik. Dat er mooi was. Je weet het nooit, man. Maar op de hut erin? Ja, zeker. Dan moet je de schrik krijgen, man. Ik ga jij toch zo vurkens, dat is jouw dagen in de week, dan begin je nog met drie dagen. Heb je dat een bepaald doel? Is dat gewoon om te zeggen van, ik zal je meer zien, Jerry, en ik werk een echte Highlander, erop? Ja, tuurlijk. Dat zit, als ik slim is, dan is het wat langer en ga je onbetaald voor. Dat is altijd wat moeilijk, maar ik probeer hier het nog wat langer. Maar dit is echt een soort van die elke dag hangt. En dat is je lucht in je leven natuurlijk. En je moet, als je gewoon werk hebt liever aan de Rieken, dan moet je echt spieren alweer, om te trainen en alles wat bij te houden. En ja, eigenlijk eens, dat is je lucht in je leven, dan sterk je van eenmaal zo'n straat. Maar dat lukt toch wel helemaal uit, hoor. Ik ben zo'n gegooid en Ted is 40, hè? Ja! Ik heb je idee, 35 denk ik. Dat, Oh, dit is van die man een oude man. Zo is dat het zeggen, want die bedoelt volop natuurlijk. En denk op daar het puber, maar die komt bij de uitslag natuurlijk van het samenklingen. Applaus voor Rudy Veenstra. Hij pakt gewoon de qualifier even. Hij gooit het gewoon over de kop. Het is dan niet belangrijk. Hij heeft spaatkrachten voor de winnende boomstam. Over de kop op de gooien. De graden worden bepaald. Hij krijgt een zijn opbouw. Ik denk niet dat deze niet over de kop, dus hij zal nog een keer moeten. Straks is het tweede of drie pogingen om te parren. Hij zal ongetwijfeld vaker een boom vast hebben gehad. Maar hij moet dus naar voren vallen en dan moet hij juist tot komen. Ja, prima ook. Applaus voor Gerrit Kortland. Dat is geen probleem om door die qualifiers te komen. Tjalling van de Bos nu. En gaat het straks dus om dat ze hem rechtstandig vooruit gooien, dus dat hij op 12 uur valt. En dat is de grote vraag. Daar gaat hij. Tjalling van de Bos, kijk. Die gaat gewoon even warming up doen. Hop. Ook applaus voor de reus van Achelen. En een prima Boeing. Gerba Valken maar nu. Daar gaat Gerla Valkema.
heeft het goed in de hand allemaal. Snelheid maken, voorover met de bom en dan over de kop. Ja, prima hoor. Ook applaus voor de snelle Valkenbach. Fries kampioen speerwerpen, maar hij doet niet meer dan dat ik alleen een pilkje gooi. Maar ja, dat is ook een sport. Ja, tijd voor een paar handlaten. Eén man die de qualifier nog niet heeft gepakt, dat Simo zeker zijn, krijgt zometeen nog in ieder geval twee pogingen. En daar zal hij zeker slagen. Hij moet alleen even de kunst van de techniek afkijken. Dit is tijd voor de parren. Op de kracht staat, kijk eens, hij gooit hem bijna vrij rond. Zoveel kracht heeft die man. En ook prima natuurlijk. Krijgen we nu de eerste herkansing voor Simo Siggers. Om in ieder geval ook te zorgen om binnen te komen in de ronde van de te verdelen prijzen of punten. En dan gaan we over naar deze prachtige boom, deze Bjorn. Hij krijgt de handen eronder. Nu is het gewoon een kwestie van snelheid maken. Voorover. En het zou mooi zijn als hij ook slaagde. Ongetraind hier vandaag. Ja, applaus voor Simo Siggers. Het monster van Neus. Hij gaat ook over naar de officiële ronde. En dan krijgen we deze mooie formulier. En u ziet er een soort klok op staan met een streep op 12 uur. En als je op 12 uur valt, dat is eigenlijk alleen maar de bepaler. Er was verder geen afstand geweest. Het is alleen maar, ze moeten een poging doen en op 12 uur gooien. Ze hebben daarvoor drie pogingen. En 12 uur is exact 12 uur. En dat kan natuurlijk 5 over 12, 3 minuten voor 12 zijn. Daar is het ontzettend tegen om exact op 12 uur te doen. Ja, dit is het horloge, Fagel. Ga je wel 12 uur op je klokje, mag ik even zien? Of is die digitaal? Die genitaal. Ja. Dit is een zware hoor, dit is echt een ploert die nu naar voren wordt gedragen. En wie kan er beter op zo'n ploert beginnen dan Rudy Veenstra, niet Rudy? Jullie gek aan je. Oh. Nou, we zullen wel zien. Kijk mensen dat hij, wanneer hij achteruit komt, hij heeft hem voor. Nu is die handen eronder. En dan, ze mogen rustig snelheid maken, ze mogen van heel eind lopen met het ding. Daar gaat hij. Nee. Dat is duidelijk 20 voor 12. En als het niet over de kop gaat, wordt hij ook niet geteld. De punt aan staan. Hij kan er echt nog wel bij komen. En dat moet hij nu toehalen. En een hele keurige warp. Hele keurige warp. En het zal een 12 uurtje? Ik weet het niet. Nee, geen 12 uur is het vast voor jongen. Nee, 12 uur is echt 12 uur, dan moet die kaars echt liggen. Hij zal iets voor 12 uur zijn. Ja. Kwart over half 10, ja. Ja. 90 graden heeft hij. Nee. 89 graden. Toch, zet er iets. Het laatste onderdeel straks is de 56 voor height, dus 25 kilogram voor hoogte. Dat gebeurt hierna straks. En dat is 20 kilo te zwaar, Rudy, dat weten we. Maar wel de Nederlandse recordhouder in ons bintertijd van de parren. En de man is wel hetzelfde, misschien Simo Siggers en Rudy vindt er zelf voor, die gooit ook 4 meter. Tijd van de parren, bam. Ja, maar duidelijk 11 uurtje hoor, denk ik. Dat zal even kijken. Nee, dat lukt gewoon niet in ieder geval. Gewoon eerst. Dat gaat wel hetzelfde. Juist dan! Nou, dit is een hele mooie. Dat zullen we gaan kijken. Potten weer wegstappen. Hij is 12 uur, dat loopt zo wel hetzelfde. Ja, zeker. En nu voor de andere heren, nu moeten ze eraan. Oh, wat gevaarlijk zijn het al. Oh, wat gevaarlijk. Maar nu moeten de andere heren eraan. Ze kunnen alleen maar gelijk eindigen. Ja, kijk eens. Dat is al een man die de techniek beheert. Maar dat hou je. Heel hoog opgenomen. En nu zal hij op 12 uur.
gaat over de kop. Nooit een keer. Jammer. Gaat niet vloeien voor ons. Zijn we vallen, kamerad. En zet van de baan. En hem uit die hoofd te hebben. Dat kan vaak zo tegenvallen. Even vaak. Vreemdkant. Nu houdt het tegen. En nou voor die rust met de gouden kruiden. Applaus voor Gerlof Valkema. Hai, 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 hai. Deze mislukt Palika. Al zes. Hey, hey, hey. Ah, ik weet niet of hij de bal weer zijn. Dat is niet beter. Dan had hij er niet op moeten tellen, denk ik. Nou, die is niet uit, hoor. Nee, hij is niet 12 uur. Dat is niet waar, hoor. Wat is dat 12 uur? Dat kan ik hier wel goed. Ja, precies. Nee, natuurlijk niet, je. Oké. 5 over 3. Ja, 3 en laatste boven. 5 over 3. Dat is niet meer zeggen, dan. Dat is een Rudy zelf te laten zien. Je kunt andere bomen van de vrouw, maar ik kan niet klok lezen. Dat komt op. Aardig in het niet. Het zou mooi zijn als hij er ook in slaat om over de kop te krijgen. Het hooggooien, dat gaan we straks even verplaatsen. De mensen van Playboy zijn super tevreden voor het veld. Dat is ook wel logisch hoor. Straks met die zware kilo's. En ze zijn alleen een oude dame slecht bestaat die velden. Door de weinig reden wat. Maar dan gaan we dat daar in de hoek doen. Dan gaan we dat alle verhuizen. Dan kunnen we zich alleen zetten. Even hooggooien. We krijgen hier aardig onderdeel weer de mensen van de Clare Black Cabbage Fighter. Dat is niet zo. Dat
werkelijk op de hoogte, alleen niet de richting. Klopt er een? Ja, prima, ook een applaus voor de reus van achter, hoor. Hij gaat verder in de strijd. Rudy Vever nu. Ja, Rudy, kom op. Ja, ja. Ja, Rudy. Applaus voor Rudy Vezer, hij strandt helaas, helaas. Nee, dan moet je blijven staan. Ga er iets meer daar zitten. Nee. De 7 feet giant. Sterkste man van Nederland. Even ingooien, maar het is meer gewoon het eerste koning niet geslaagd. We krijgen drie herkansingen voor als eerste de Simon Sikkers. Nee, één voor Charlie van der Bos. Stef van der Barre, dit is de tweede beurt. De eerste week is volgende Tenerife. Ja, die vliegt nu al. Dat was weer aan de beurt. Daar is hij weer, doet hij even. En gelukkig blijft hij in de strijd. Hey, probleem. Prima, Marco. Ja, keurige bovenhoofd van Charlie van der Burg. Kom op, Hout! Geen probleem. Heel goed.
Ja, doet hij met opzet even, hoor. Doet hij voor de vrouwtjes even. Dat doet hij altijd, hoor. Ja. Hup. Hup. Kijk eens. Perfect. Perfect. Nee, tweede poging strand helaas ook. Ze krijgen dan elke 6,5 punten of iets ergens. Maar wat is het voornaamste nu? Ze zeggen we gaan naar 5,9 meter. Dus het zou het Nederlandse record zijn, 5,9 meter. En ze gaan beide 3 pogingen doen op die 5,9 meter. Dus applaus voor hen. Ze winnen met z'n tweeën het onderdeel. Pret voor de paar en Val Celtra. Maar ze gaan nu een recordpoging doen op 5,9 meter. En dat is genoeg. En beide gaan 3 pogingen doen op die 5,9 meter. En dat is een gigantisch over. Dat kunt u nu zien. Goed. Kom op! Nee, de eerste poging niet in ieder geval. Het komt er heel eind in de buurt. Het is heel goed. Gefeliciteerd. Ja. Ik moet altijd omhoog kijken bij jullie. Ja, dat geeft niks. Jo, succes verder. Ja? Goed zo. Op de vijfde plaats natuurlijk. En ook prima gepresteerd. Jongens, we zijn er even bij geraakt. Gelof, ken elkaar een beetje. Ja, uit de jongen. Ja. Yes. Volgende keer weer erbij. Ja, volgende keer. Zeker. En dan even iets meer. Ja? Oké. Okay. Goed zo. Op de vierde plaats. Ja. Ik moet zeggen, hij heeft vorig jaar 52 wedstrijden gedraaid. Is daarna in een Lietse Loeven, zoals het zeggen, gekomen. Hij is wat geblesseerd geraakt en
Ja, hangt er nu wat tegenaan, maar hij moet toch een klein beetje achterblijven op het ogenblik. Maar het is geen schande om vierde te worden in dit circuit natuurlijk, al had men iets beter verwacht, maar hij is er nog steeds, de reus van Achelen, Tjalling van der Bos. Tjalling, de organisatie heeft je partner gespeeld natuurlijk, hè? Anders dan was je dus hoger geëindigd. Ja, van harte, kerel. Ja? Volgend jaar wat minder blessures, dan gaat het helemaal klaar. Oké, geweldig voor Tjalling van der Bos. En hij stond steeds tweede eigenlijk, en dat ging hem zelf, denk ik, boven de verwachting. Hij heeft een stinkende rochel ingeleverd, maar ik vind het een daverende ovatie voor de derde plaats van Rudy Veestra. Ja, jongen, ja, hoe is dat je? Ja, mooi. Ja, mooi. Nou ja, had je het verwacht van tevoren? Nee. Niet helemaal. Nee. Eerste. Niet de derde. Oh, niet de derde. Ik zeg hier vanuit gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jo, mooi zo. Nog een applaus voor Rudy Veestra. Op de tweede plaats de man die in vorm is voor de zoals het lijkt nu. En dat is hij helemaal, daar bijt hij zich in vast. Voor de sterkste man van de wereldstrijd over kleine 3 weken op Tenerife. En als het eenmaal is die gegund is, na de sterkste man van de wereldtitel van afgelopen jaren bij Ameland, nu sterkste man van de wereld worden. En dat zou fantastisch zijn. Dat Mighty, de stemme fietsen en Ted van de Barre. En dit is een goede aanzet, dank je. Ja hoor. Goed zo. En succes. Bedankt. Ja? We zien elkaar straks. En ze ook bedankt. Hij bedankt de mensen weer. Ja. En die titel die moet voor de eerste keer moet ik naar iemand toe. En één man die heeft er loei en de loei hard voor getraind. Hij adoreert Jan van der Bos en hij adoreert Ted van der Parre. Maar hij zegt volgend jaar mij ergens in aangeroepen de strijd van Nederland 1992. Dan in dit mansuit op de hele manier van Nederland. Zij. We zullen overhouden. Nu is hier de Heijberg, de Nederlandse kampioen van Harding, de Wink van der Mieren, van Veldra. Ik wist ook dat het eruit zou komen met jouw voorbereiding, hè, en met jouw toewijding. Van harte gefeliciteerd. Ja? En verder succes met alles wat je doet op dit werk. Ja? Oké, joh. Dan een grote applaus voor de atleten, voor Arie Kruijver, voor Kurt Hartman, voor Frankel de Jong, ik weet niet waar die is. En voor de jullie Arnold. Zwaar het te merken. Die staat erop. Daar zit dit was het. Ik wil nog een keer de boel brengen. Van Gerlof. Staat er ook prima tussen, hoor. Bart, kijk eens. Prima, hoor. Geen wat. Hij is voorgestapt. Hij is uitgestapt, helaas. Het zegt op een klootzak. Geen warp voor Gerlo Valkema. En we krijgen de laatste serie, de derde. De derde en laatste warp van de deelnemers. Als eerste moet Ted van der Parre aan de bak. Ted Jalling. De man die het hooggooien beheert. Vertellen. Kijk eens, kracht op de bak. Heel hoog. Boom. Hij komt er in de buurt. Applaus voor Ted van der Parre, zijn laatste warp. Dat was het waterspeler niet gezien. Moeten we nog iets kunnen verbeteren? Het zou mooi zijn. Hoe ben je nu? Verrassend in de top van het klassement. Kom op. Stel op! Kijk eens, veel kracht. Ik kan het hier vandaan niet zien, maar... Hij gaat er in ieder geval verder, het wit. En is hij tot nu toe verder dan Ted van der Parre? Ja, hij is verder, dus ja, kijk eens kijk je daar. Zie hoor. Goed zo, Simon Sikkers nu. En dan Tjalling van der Bos en Gerlof Valkema. En dan is ook dit onderdeel verleden tijd. En dan kunnen we gaan meten.
Trek snel, anders om die handen, anders om die handen. En trek aan. En maak snelheid. En gooi je. Ja, dat is goed. Anders uit de kaart. Ook applaus voor Gerrit Kortenaar. Hij blijft niet wat achter bij de toppers, maar het is zeker geen schande. Het wachten is natuurlijk... Ja, ik zet ze weer vast, je kunt het zien. De ijzers gaan de grond in. Dat is het tegen de vrede zijn, natuurlijk geen fout. Die staat vast en die staat vast. Alles wordt uitgeweten in die laatste worp. Zal het voor hemzelf en voor u moeten gebeuren. Pakt hij de maximale punt op dit onderdeel? Of niet? Daar gaat hij. Gaat hem los? Nee. Applaus voor Jelling van de Bos, de reus van Achlen. Het lukt hem net niet tegen om de eerste plaats te pakken. En lag een gelap balletje maar af. Wellicht zal hij voor een verrassing. Want dat rode pijltje, dat rode bootje daar verderop, dat staat er ook heel keurig. Even een 180 in gelap. En misschien gaat hij zich in het geweld mengen. Onder punten. Ik denk dat wel hetzelfde nog aan de leiding gaat in ieder geval. Gerlof Volkema is laatste weer. Kijk uit. Het loopt prima. Applaus toch voor Gerlof Volkema. Al gaat deze poging. Applaus ook voor de deelnemers. Dit was het derde onderdeel. Wij gaan meten en komen zo meteen bij u terug. Met de tussenstand natuurlijk. En het volgende onderdeel is de altijd spectaculair. Zoals even vandaag. Waar is morgen sta je op en dan? Ik ga even dan. Goed zo, Simon Segers. Hij voelt zoals zichzelf al aan dat het maar een prikje is. Ah, het valt tegen hoor. En nu zal hij een beetje sneller moeten maken, vooruit lopen en qua kracht over de kop moeten gooien. De graden worden bepaald. Dat gaat wel zelfs, hè. Mag geen probleem zijn, traint veel op dit onderdeel. Hop, kijk eens, bam. Ook een man zo oud zelf, hij gaat in ieder geval over naar de volgende ronde.
De qualifier is geen probleem, even loswerken. In die machtige schouders. Daar gaat hij. Jammer van de Bos, kijk. Die gaat gewoon even warming up doen. Hop. Ook applaus voor de reus van Aachen. En een prima Boeing. Gerber Valkenman. Daar gaat Gerlof Valkema. Heeft hem goed in de hand allemaal. Snelheid maken, voorover met de boom en dan over de kant. Ja, prima hoor. Een applaus voor Gerlof Valkema. Frieskampioen speerwerpen, maar hij doet niet meer dan dat ik alleen een pilpje gooien. Maar ja, dat is ook een sport. Ja. Zet maar een paar handplaatsen. Eén man die de qualifier nog niet heeft gepakt, dat zien we zeker zijn. Hij krijgt zometeen nog in ieder geval twee pogingen. En daar zal hij zeker slagen. Hij moet alleen even de kunst van de techniek afkijken. Dit is Ted van de Barre. Op de kracht gaat kijken. Hij gooit er bijna vrij rond. Zoveel kracht heeft die man. En ook prima natuurlijk. Krijgen we nu de eerste herkansing voor Simon Siggers. Om in ieder geval te zorgen om binnen te komen in de ronde van de te verdelen prijzen. Hij wordt nu aangegeven, je ziet het, wat even omhoog gebracht. Het is echt niet zo, hij moet alleen langs de lijn lopen, de scheidsrechter gaat er nu achter lopen. En hij probeert recht vooruit te lopen en recht vooruit neer te gooien. Dat is 12 uur. Misschien slagen er 4 mensen in, misschien wel 7, misschien wel niemand. Het hangt van minuten aan elkaar hier. Hij heeft de paal. Ja! Ik weet niet wat hij zegt. Ik zou niet tegen hem zeggen van 2 minuten over 12 of zo. Hè. Kijk, ja, dat is mis. Hoeveel was de Falco ongeveer? Nee, ongeveer. 1 uur ongeveer. Oh. Of was het 11 uur? Ja, hij doet. En dat drie keer boven, dat is een klokje. Ja, Woutveld is zijn eerste boven. Kijk, hij loopt en hij moet straks in de snelheid nog pakken. Ja, maar duidelijk geen 12 uur. Nee, duidelijk, dat is voor mij zelf te zien. We schrijven het bepaald en het zal ongeveer 1 uur weer zijn, denk ik. Misschien ook wel 2:30. Hè? Ja, kan hè. Goed zo, Gerrit Korteland nu. 2 mensen die hem over de kop hebben. Ik denk de beste van de vraag omhoog spreekt. Het kan wel 85 zijn en dan valt hij terug. Maar het gaat ongeveer aan de vader dat hij omhoog is. Jongens, kom op. Maar gaat dat vallen? Dit was de beurt. Helaas. Dit lukt niet. En dan mag geen, als we één keer van de boot hebben en het valt verkeerd, dan is het ook afgelopen. Mensen zijn heel tegen mij. Het is heel verstandig dat ze op een gegeven moment losladen natuurlijk. Dan haalt hij wel op de grond en dan is vaak je schouderblad ook weg. En je krijgt het toch nooit weer terug als dat gewicht daar één keer hangt. Dan, Ja? Challenge van de boot nu. De grootste vraag als hij terugkomt, heeft een kleine punt aan staan. Hij kan er echt nog wel bij komen, dat moet hij nu toehalen. En een hele keurige bar, En het zal een 12 uurtje? Ik weet het niet. Nee, geen 12 uurtje vast, sorry. Hij
12 uur is echt 12 uur, dan moet ik kaars recht liggen. Hij zal iets voor 12 uur zijn. Ja, kwart over 9:30, ja. Ik wil ook heel voorzichtig zijn. Toen je drie voor de... Ja, 90 graden heeft hij. Nee. 89 graden. Tom, is dat goed. Goed, zullen we heel even gaan kijken naar de tijd van de pannen. Tijd van de pannen, bam. Ja, maar duidelijk 11 uurtje hoor, denk ik. Ja, 5:55. We zullen gaan kijken naar de eerste ronde. Zullen Paul de Jong hier even vragen en even kijken wie... Markstraat, toen met de opening van de Britse week gigantisch succes. Toen nam met de sterkste man van Nederland, Ad Wolles, Jalling van de Porsche erbij, Rudy en Gerle waren er ook bij. En evenals toen Jeff Gates, de legendarische Jeff Gates. Mr. Highland. We zullen even kijken. Nee, dat lukt zo niet in ieder geval. Jeff Gates natuurlijk vele Highland Games wedstrijden gewonnen, maar ooit is er een zekere... Is dat Grant Anderson of Bill Anderson? Grant Anderson geweest, dacht ik, Jalling, hè? Oh, ze schudden even de schijf. Hoe zou van nou... En nou wel even aanpakken, die... Even aanpakken. Ja, ik hoor je het regelt, of niet? Wat is? Kijk, ik heb het ook. Dat gaat wel zelf, hè. Ja! Oh, dit is een hele mooie. We zullen gaan kijken. Goed, u werkt aan me. Ja! Hé, 12 uur, dat blijft zo lang zelf. Ja. Ja, zeker. En nu moet het absoluut hoogpunt, want dat straks het hoog gooien worden hier. Hierachter. Wat? Gaan we door? Kijk. Oh, die moet je openen. Ja, kijk eens. Dat is toch een man die de techniek beheerst, en anders hou je hem echt heel hoog opgenomen. En nu zal hij op 12 uur moeten komen. Hij gaat over de klok, nee, nooit een keer. Gaat niet vloeiend genoeg. Gemma Valkenaar en Ted van der Baan. Dat was leuk, dat was leuk. Het is ook nog niet gelukt om hem over de kop te krijgen, maar dat kan nog. Ik niet. Als je hem één keer maar op die hoogte hebt. Dat kan vaak zo tegenvallen. Heeft hem vast. U houdt hem tegen. Ik heb het goed toen en nou... Hand hoog en remmen! Applaus voor Gerlof Halkema. Maar oh, wat valt in benen. Dat is een lellebel. Als laatste in de tweede serie nu Ted van de Barre. Nou, snel uit, Ted. Ai. Deze mislukt van die kant. Ja, dat komt er, dat krijg je er. Dan gaat Rudy feesten voor zijn derde poging. Ja. Maar ik kan niet of hij de 12 uur krijgt. Hij ziet even. Nou gaat hij niet op moeten tellen, denk ik. Maar we zien dat die scheidsrechter hoor. Nee, hij is niet 12 uur. Gat, maar zei hij. Nee, maar het is ook niet 12 uur. Dat kan ik hier ook wel zien. Nee, ze meen betaald dan. Kan niet blijven. Nee, het telt niet. Nee, dat kan niet. We verhuizen straks even. Maar dit valt allemaal mee. Mooi warm, maar straks met die 25 kilo dat slaap nog even erin natuurlijk. Dat kan niet. En dan gaan we even verhuizen. Goed zo, Gerlof Halkema nog en Ted van der Barre. Thank you.
hij wel hetzelfde kan vallen in die 12 uur was. En dat is tijd voor de park. De macht heeft hij, buiten kijf. Maar hij moet dus hoog gooien. De Nederlandse recordhouder en zijn grote opponent in het midden. Dan gaat Ted voor zijn laatste warm. Kan hij wel 12 uur krijgen? Dat is de grote vraag. Hij gaat over de kop. Ik zal kijken, we gaan kijken. Maar Fargo ziet zo licht natuurlijk. Even ervoor weg. Zo ja. Kijk. Nou, ik weet het wel, dan streep je mij rechtuit hoor. Kijk. O jee. Ja, natuurlijk. Krijgt hij 12 uur? Ik weet het niet. Nee, net niet. Goed zo, we gaan kijken. Wout zelf heeft in ieder geval 12 uur staan. Marcheren. Even kutten. En toen was deze man die nu naar het werk komt, de Rudy Peter was niet te kloppen.
Alhoewel de vlotte pijl minne Bethlehem die daar ook al ligt te genieten van het mooie weer. En toen wel daar stond. Minne Bethlehem scoorde toen ook goed. Kom op, Rudy. Daar gaat hij. Kijk eens. Ja, applaus voor Rudy Beter. Ja, zeker. En hoe? En het gaat op gewone schoenen. Wat belooft dit zometeen voor de speciale schoenen van Jan van der Bosch? Simon Sikkers krijgen we nu. Afgelopen zomer een aantal weken in Zwartboek geweest. In al die wedstrijden heeft dit onderdeel gewicht hooggooien gewonnen. En dat krijgen we straks dan. Maar het Nederlandse record van hooggooien staat op naam van Tess van der Parre. Dit record is in handen van Jan. Kijk eens. Maar, applaus voor Roos Delta. Ja. Maar daar staan ze, nummers 1, 2 en 3 op de gedeelde nummers 1 uit het klassement. Daar verderop. En het ontlopen kan weinig. Walshuis in de leiding, tweede Rudy Veenstra nu en derde Ted Prepara. En daar gaat Gerrit Korten naar. Ook een prima warm. Applaus ook voor hem. Prima warm natuurlijk. Een officiële kill van een McClechan clan. Dat betekent dat hij in de volplaats waar de McClechans het voor het zeggen hebben, waar de clan het grootst is, dat hij daar de wedstrijd heeft gewonnen en daarom verdedigt hij de familiekleur. Walshuis neemt deel in een Commonwealth kill. En dat prima is de volgende met Jan van der Bosch. Ook applaus voor de reus van achter natuurlijk. Klopt, ik heb gezegd, dit is een officiële kill die Jan aan heeft. Verder heeft Van Zelten daar de Commonwealth kill aan. Van de Zolder Olympische Spelen voor Engelstalige landen. En met name een Josh Capes natuurlijk is een van de weinige atleten die de Royal kill draagt. De Royal kill die wordt hem uitgereikt aan door de koninklijke familie. De familiekleuren verdedigt. Wij dragen allemaal verder de CNA kill. Dan gaat Gerlo Valkema voor zijn eerste poging. Kijk eens, heeft kracht staat hoor. Ook applaus voor Gerlo Valkema. Hij kwam niet erop, hij kijkt niet tevreden, maar de achterstand is goed. En ik zou graag even weten, het touw er even bij aan wie aan de leiding gaat. Tweede poging, net voor de parren. En kracht, verschrikkelijk veel kracht. Pas, ik weet het niet, ik kan het hier vandaag absoluut niet zien. Nee, hij is niet verder dan zijn eerste poging in ieder geval. Hij is niet verder dan zijn eerste poging, nee. Zullen we even kijken? Oh, hij is wel verder. Kok Hartman heeft een zwaar beroep vanmiddag. Die mag constant de hamer, die ze hebben vervangen door bamboestok met kogel. Maar nu de verrassing tot nu toe. Rudy Veenstra. De kogel die is ongeveer 8 kilo of 8. Dan gaat Rudy Veenstra spelen. Kijk eens, veel kracht. Maar hij komt niet helemaal goed uit. Iets verder dan zijn we al. Maar het kan gemeten worden, denk ik. Spannend blijft. Nee, net niet. Het scheelt geen 10 centimeter, maar ook zijn beste poging bij de Woutzijlstra aan de lijst gaat. Maar hij zal een beetje verder moeten hebben. Dan komen we in de buurt van Nederland, een klok van 34,32 meter. Daar gaat hij.